Dag dames en heren en mede namens alle medewerkers van RTW Dordrecht wens ik u natuurlijk in alle opzichten een fantastisch jaar toe. Ja, traditiegetrouw heeft de gemeente Dordrecht alle burgers van Dordrecht weer uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. En zoals gewoonlijk ja, zijn de burgers er traditiegetrouw natuurlijk niet bij. Wie schittert door afwezigheid vanavond is Kees Ties, want hij moest een kerstcadeau nog eens drinken. Maar wie zeker niet mag ontbreken op deze nieuwjaarsreceptie, en dat is ook traditie, dat ben ik. En we gaan eens kijken wat deze avond ons gaat brengen. Hey! Laten we lekker positief zijn, een beetje optimistisch. Als het aan mij persoonlijk ligt, is er een vuurwerkverbod voor heel Nederland, dus ook voor Dordrecht. De beste wensen. Dat is wel raar. Ik ben wel een beetje van slag. Er is de toezegging van de gemeente Dordrecht. Daar staat het college. Dat er een compensatieregeling komt voor de mensen die betaald op de kerstmarkt staan. Ja, het is een droom die je kunt realiseren. Als het vuurwerk op is, kan je niet meer schieten. Mag ik u even iets vragen? Tuurlijk. U ziet er geweldig uit, maar bent u niet een beetje verdwaald? Nee hoor, ik ben een schapenkop. U bent een schapenkop? Pas 250 jaar woont mijn familie hier, dus ik ben echt een schapenkop. Maar waarom ziet u er zo uit? Wij zijn lid van de dansgroep Schampioen, dans- en kostuumgroep. Dus wij treden op in de klederdracht. En het bijzondere is van deze dansgroep, wij hebben kleding van heel Nederland. Alleen we zijn nu maar met z'n drieën, maar we hebben vanaf Friesland tot Limburg hebben wij kleding. Ik dacht eerst, u bent lid van de carnavalsvereniging, maar dat bent u niet. Oh nee, dit is geen carnavalskleding. Nee, als je, laten we zeggen, in Noord-Limburg zou komen, dan lijkt het er heel veel op, want dan hebben ze die tour, maar het is per se geen carnaval. U durft in deze klederdracht zo meteen naar de burgemeester te gaan? Ja hoor, tuurlijk. Ja hoor, durf wij naar de burgemeester. Nou, heel veel plezier. Hou je even vast. De beste wensen. Beste wensen, hè. En we moeten het toch even hebben over het vuurwerk. Vond je het niet mooi dan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de buurman had volgens mij nog meer vuurwerk dan bij het afgestoken op het rivierenpunt. Ja, maar daar zijn we na dit jaar vanaf, hè? Ja? Jazeker. Laten we het nou gewoon houden bij een mooie vuurwerkshow of lasershows en het vuurwerk voor de gewone particulier niet meer doen. Maar het aantal bezoekers viel ook een beetje tegen. Die 2500? Nee. Heb jij ze geteld? Nou, ik heb zelf op de Merwekade gelopen en op het Groot Hoofd. Ik heb daar een heel andere kijk op gekregen als dat jullie hadden. En hoeveel glazen wijn had je toen op toen je ging tellen? Nou, geen druppel. Geen druppel? En dan nog verkeerd tellen? Nee, goed tellen. Nee, Peter, dat waren er geen 2500. Nou ja, misschien iets minder, maar... Het is wishful thinking. Kijk, er waren geen terrassen op het Grote Hoofd. Het was dus volop en het was vol. En op de Merwekade, de punt was ook helemaal vol. En dan een hele lange baan tot aan de waterbus stonden de mensen ook twee rijen. De allerbeste wensen. En gecondoleerd. Ja, dankjewel. En gecondoleerd. Ja, dankjewel. Ja, want jullie moeten weg uit de Bonifatiuskerk. Dat klopt. Ja. We zijn al weg. Gisteren de sleutelen geleverd. Ja. En wat voor gevoel heb je daar dan bij? Ja, kijk, het is wel een beetje een proces van maanden. Hè, dus even in die zin... voor de kijker, jullie zijn van Bonfire. Ja. En jullie hebben jarenlang in de kerk gezeten aan de Wijnstraat. De Bonifatiuskerk, ja. Ja, zeker. Maar nu moest jullie opeens weg. Ja. Bittere pil? Eerst misschien wel, maar op een gegeven moment ga je ook alweer in je hoofd de stap maken. Van hey, we moeten eruit, we moeten verder. En hoe gaan we verder? Dus, heb je eventjes inwendig gevloekt toen je het hoorde? Nou, gevloekt niet, maar ik heb wel. Ik vind het wel erg jammer dat de gemeente Dordrecht in die zin, zeg maar, in algemene zin niet echt heel goed past op zijn monumentale erfgoed. Als het gaat om de oorspronkelijke bestemming. Kijk, ik gun de projectontwikkelaar en iedereen die daar nu een mooi pand en mooie appartementen gaat kopen, gun ik het allerbeste. Ze komen op een hele mooie plek te wonen waar al heel wat geschiedenis is. Maar de Dordtenaar of de toerist, die komt niet zo makkelijk meer binnen. En het wordt niet meer een algemene ruimte. Dat vind ik wel erg jammer. Dat zo'n mooie plek, zeg maar, verloren gaat voor de community, om het zo te zeggen. Maar Peter, is dit nou voor herhaling vervatbaar? Of zeg je, het was een nice try, maar we doen het niet meer? Nou, ik heb overal mijn sociale media die ontplofte dat ik dit moet blijven doen. Dit is een mooie aanzet om dit, zeker als je het gemerkt hebt in de stad, was veel minder muurwerk in de binnenstad. En dat is al een mooi pluspunt. Op Koningsdag duurt het vuurwerk langer. Nee, ongeveer gelijk. En weet je waar het nou door komt? Ze hebben het te snel afgestoken. Er was een programma van 14 minuten. Je had haast.
Nee, als het vuurwerk op is, kan je niet meer schieten. Het was na 10 minuten en 58 minuten was het op. Nou ja, voor mij was het ook op. Het hoeft voor mij niet meer. Ja, maar dat is jouw persoonlijke mening. Ik heb gelukkig een andere mening. En een heel Dordtenaar die ik gesproken heb, ik heb er niet één getroffen, die zei weg met die show. Oké. Peter, we houden het gezellig. Ja, ik hou het ook gezellig. Maar we gaan Ik vond het een heel mooie show. En het was geweldig georganiseerd. Ik heb heel veel mensen om me heen gehad die het met mij eens waren en fijn vonden om het te doen. Nou, volgend jaar dan misschien die 2500. Ja. In plaats van 500. Nee, het waren er geen 500, dat. Peter? Ik heb jou niet gezien trouwens, Fokker wel. We zeggen tegen iedereen een goed begin van het jaar, maar ja, voor jullie eigenlijk niet. Nou, ik denk wel dat het goed begin is hoor. Wij hebben goed afscheid genomen. We hebben 7 jaren volgemaakt. We hebben bewezen dat we echt een meerwaarde hebben voor de stad. We hebben volle geloof dat er een nieuwe plek komt en dat we ergens door kunnen gaan met wat we in de afgelopen jaren met zoveel plezier gedaan hebben. Die nieuwe plek is er nog niet? Die is er nog niet, nee. We hebben ons teruggetrokken op het kantoor. Het atelier wat daar was van Bon Marché heeft een hele mooie plek gekregen ergens buiten het centrum. Zijn er nog kerken die leeg staan die jullie kunnen betrekken? Buiten Dordrecht wel, hier niet zo, nee. Nee. Nou, dan is het adieu. Ja, op wachten op een nieuwe kans. Ja. Meneer Schoon, ja. De allerbeste wensen. Dank u wel, u ook hetzelfde. Dank u wel. U moet heel goed nieuws te melden hebben voor 2020. Nou ja, 2020, 800 jaar stad. Hè? Dus wij gaan hele mooie dingen doen. Belangrijk voor... Even hier staan. Ja? Heel belangrijk voor mensen in de stad. Maar ook heel belangrijk voor mensen die onze stad willen bezoeken. De mooiste stad van Nederland, vind ik. En we gaan... Vind ik ook. We gaan echt hele mooie dingen. En het hoogtepunt is wel dat we vanaf september een tentoonstelling gaan organiseren over Albert Cuyp. Dordrecht's meest beroemde Gouden Eeuw kunstenaar. We gaan hoogtepunten uit zijn oeuvre tonen, tezamen met Engelse landschapsschilders. Hij is van groot belang geweest voor de Engelse landschapsschilderkunst. Dus dat is wel wat ons meest ambitieuze project ever. Jij hebt er echt zin in, hè? Het is een soort droom die je kunt realiseren. Hoe mooi is dat? En we krijgen echt bruiklijn echt van heel ver. Dus de Engelse koningin doet mee. De Duke van Bedford doet mee, de Earl van Yarborough doet mee. Dus heel veel van Cuyps werk zit in echt bij de Engelse adel. En die hebben volmondig ja gezegd. Dus al die werken die ooit gemaakt zijn in onze stad, zal ik maar zeggen, die komen naar Dordrecht weer. Dus dat is kicken. En daarnaast Gainsborough, Constable, Turner. Nou ja, hoe mooi kun je het krijgen? Meneer Lokhorst. Het beste voor het komende jaar. Ja, dankjewel. Ja, u was gestopt met het verkopen van tapijten en nu bent u weer begonnen. Nou, ik heb ook nooit tapijten verkocht, ik heb ze geadviseerd. Oh, geadviseerd. En voor het advies werd ik dan, liet ik me betalen gewoon. Ja, maar ja, iemand die adviseert wil verkopen. Ja, uiteraard ook. Natuurlijk. Ja, ja, nee, dat spreekt voor zich. Maar heb je er weer zin in? Ontzettend veel zin in zelfs. En die, die vliegende tapijten? Ja, er zit een hoop mot in, hè? Die heb ik niet meer. Nee, die vlogen de zaak uit, ja, natuurlijk. Ja, precies. Het is een en ander enthousiasme. Maar weet u, de mensen achter u zijn niet zo enthousiast. Weet je waarom? Nee, wat we... Nee, u houdt de rij op. Kijk maar. Ja. Ik hoop u te zien bij Cuyp. Ik nodig u van harte uit. Nee, ik nodig alle Dordtenaren uit. Dat gaan we ook doen. We gaan echt acties naar de wijken toe. Want wat wij willen graag is dat alle Dordtenaren trots zijn op Albert Cuyp. Want tenslotte is Albert Cuyp, die is van ons. Dat is een Dordtenaar. U nodigt alle Dordtenaren uit en mij in het bijzonder. Ik nodig iedereen uit. Heren, mag ik even interveneren, meneer Baai? Het allerbeste voor het komende jaar. Dankjewel. En nou is het aan het begin van het jaar, gaan heel veel mensen vooruitblikken. Ja. Maar ik wil toch even met u terugblikken. En u weet waar het over gaat, de kerstmarkt. Heel veel mensen teleurgesteld. Wacht even. Dat is 7 weken geleden. Ja. 3 weken geleden. Het is 7 januari. Ja. Je mag alles vragen over de kerstmarkt wat je wil, onder 1 voorwaarde. Dat is? Ik ga ervan uit dat jij je goed gedocumenteerd hebt. Dus jij hebt alle interviews die ik gegeven heb, heb jij gezien. Gelezen. Tot jou genomen. Verwerkt. Dus je mag iedere vraag stellen die je wilt, onder voorwaarde dat het een vraag is die ik nog niet gehad heb. Met welke gespecialiseerde weerstations heeft u samengewerkt? Dat heb ik al aan mensen gemeld.
Ja, want KNMI wil het graag weten, want dan weten ze dat ze die weerstations wel niet moeten benaderen. Nou, dat is wel heel gek. Want daar zat een gespecialiseerd bureau van KNMI bij. En ik leg het nog één keer uit, Ad. Waar het mee te maken heeft, is twee dingen. En voor ik dat ga uitleggen, leg ik eerst iets anders uit. Er zijn mensen die niet begrijpen dat het voor ons als organisatie het allerergste is dat je zo'n evenement moet afgelasten. Dus dat wil ik even gezegd hebben. En het tweede wat ik gezegd wil hebben, is dat het afgelasten van de kerstmarkt is nog meer werk dan het organiseren van de kerstmarkt. Wat wij hebben gezien... Maar irriteert het u als u erop bevraagd wordt? Dat merk ik een beetje. Wat me een beetje irriteert is de manier waarop je nou weer naar me toe komt van dan ga ik je nog eens even een tand voelen. Dat ik denk, joh, het is allemaal al gezegd, het is allemaal al gedaan. Maar ga je ook de standhouders schadeloos stellen? Is daar al een uitspraak over? Volgens mij hebben wij zowel op de site van de gemeente als op de site van de kerstmarkt aangegeven dat er de toezegging is gedaan. Ja, de toezegging, is er al iets concreets? Nee, want wij gaan die regeling uitwerken in januari. Ja. Ja. Maar voor sommige standhouders duurt het gewoon erg lang. Die willen het nu weten. Heb jij die standhouders gesproken? Ik heb ze gehoord. Oké. En wat hadden die al? Weet je? Ja, nee, maar het is cruciaal, hè? Het is cruciaal. Wij hebben afgesproken dat er voor die mensen een regeling komt. Ja, ik word wel een beetje geïrriteerd, want volgens mij ben jij niet de vertegenwoordiger van die standhouders. Nee, maar ik vind het altijd heel lastig. Nee, laat me even uitpraten. Als mensen namens anderen gaan praten, er is de toezegging van de gemeente Dordrecht. Daar staat het college dat er een compensatieregeling komt voor de mensen die betaald op de kerstmarkt stonden. Ja, ik ga het ook nog aan de burgemeester vragen straks. Nou, dat moet je doen. Ja. Ja. Maar hebben wij nou op 7 januari in 2020... niks beters om met elkaar te bespreken, vooruitkijken naar de viering van 800 jaar stad. Nou, hoe gaan we het vieren? Dan een klein beetje laten we het positief... te kijken of je pound kan nadoen door mij een beetje uit mijn tint te lokken. Nee. Dit is gewoon mijn eigen stijl. Oh ja, oké. Punt. Maar zullen we het over leuke dingen hebben? Want het is gewoon heel vervelend dat het moest. Maar soms kan het niet anders, omdat de risico's die er zijn zodanig groot zijn dat je daar je publiek, je burgers en de mensen die dingen verkopen op de kerstmarkt niet aan bloot kunnen stellen. Ja, zo simpel is het. Ik ga nadenken of ik nog wat leuks heb, dan kom ik er straks op terug. Ja. Zullen we het zo doen? Ja, en dat van die KNMI, dat het KNMI benieuwd is wie wij gebeld hebben, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Ja? Ja. Nou, oké. Ik laat je even, neem een wijntje. Nee, want ik ga zo weg. En zonder alcohol. Maar knip dit stukje er maar January. Uit. Doet u er aan mee? Nee, helemaal niet. Ik ga gewoon even een keer een avond niet drinken. Ik neem een kopje koffie. Het is niet zo belangrijk. Ikpas.nl en ik doe mee. Nee hoor. Nee. Ik heb heel veel moeite met al die mensen die dan een maand iets niet mogen. En zich dan de rest van het jaar aan van alles erbuiten gaan. Ja. Hey, weet je, en dat vorige stukje? Knip dat er nou gewoon uit, joh. Wat hebben we daar nou samen aan? Wat lossen we daar nou mee op in de wereld? Wat is daar nou leuk aan? Dordt is niet de wereld. Nee, maar wat hebben we daar nou aan in Dordrecht? Wat hebben we daar nou aan? Meneer Bij, we gaan de hand schudden. We houden het sportief. Spilled milk, water under the bridge. Ik wens je een heel mooi jaar. Ik wens je het van harte zelf. En alle Dordtenaren ook. En RTV Dordrecht ook. Oké. Dankjewel. Dan gaan we het positief afsluiten. Mag ik heel even interveneren? Ja. Oh nee, hè. Hallo, beste wensen. Nou, dat was lekker gemeen, zeg. Leuk om iets te zien. Jij ook de beste wensen. Beste wensen. Ik snap niet waarom ik je handen schud. Dag, de beste wensen. Dat is wel raar. Ja. Dat is wel raar dit. De beste wensen. Ja. Nee, ja. Ik weet onderscheid te maken. David. Nee, is goed. Ja, gaan we weg. Ik ben jou, met jou ben ik klaar. Maar meneer Scholken. Ja, David. Meneer Van Erik. Ja. Ik heb een belangrijke vraag. Oké. Zet je schrap. En ik weet dat je nee gaat zeggen. Maar wordt 2020 het jaar van het afscheid van Piet Sleking? Ja, dan moet je aan Piet zelf vragen. Nee, maar wat vermoedt u? Piet Sleking heeft volgens mij aangegeven dat hij een halve periode gaat doen. Maar ja, ik bedoel, dan moet je echt aan hem zelf vragen. Wat zou u hem adviseren? Wat ik hem zou adviseren? Dat hij het moet doen op het moment dat hij vindt dat het ook tijd is om het stokje over te geven aan iemand anders. Ik denk dat vooral dit jaar, Dordrecht, 800 jaar stadsrecht, het is natuurlijk een machtig mooi jaar om ook nog in deze functie denk ik mee te maken. Maar wat hij daarna gaat doen, ja, dat moet hij echt zelf bepalen.
rijen. Mag ik even interveneren? Dat mag altijd. Hier staat de grootste fan van het programma Oude Jongens Krentenbrood. Fan? Oh, dat leg je uit als fan. Ja. Nou, ik ben in ieder geval een trouwe kijker. Dan bent u al een beetje fan. Ja, nou. Ja, ik jongens, we zitten nu in 2020. Echt waar? Zurigheid en al, over alles zeurpieterijen. Laten we lekker positief zijn, een beetje optimistisch. Dat zou ik iedereen toewensen voor het komende jaar. En daar ga ik ook hard aan meedoen. Dus moet wel heel erg uw best gaan doen hoor. Wij gaan ontzettend dit jaar ons best doen om dat voor iedereen mogelijk te maken. Maar ik wens in ieder geval iedere Dordtenaar een... U gaat geen kratjes bier meer verwedden voor degene die het programma kan uitkijken. Dat soort zaken. Nou ja, wie weet. Heeft u dat trouwens dat kratje bier ooit moeten weggeven? Ja, helaas wel. Ja. Maar ik heb er dan wel bij benadrukt dat ik ook dan deelgenoot wil zijn van dat kratje. Dus ik heb het wel... U bent van de VVD. Ja. Moet Dordrecht een vuurwerkvrije stad worden eind 2020? Nou ja, dat is niet onze insteek. Nee, zeker niet. Waarom niet? Nou ja, je ziet nu, wij zijn al met veel chagrijn akkoord gegaan met een binnenstadvrije binnenstad. Of een vuurwerkvrije binnenstad. En nou ja, wij zijn uiteindelijk nog steeds niet uitgediscussieerd erover. Maar wij vinden wel dat we niet zomaar alles kunnen verbieden. Als mensen zich misdragen, dan moeten die aangepakt worden. Maar je kan niet zomaar dan als labmiddel een verbod... En de vuurwerkshow, bent u daar geweest? Uiteraard. Dat was hartstikke leuk. Ik denk dat heel veel Dordtenaren dat heel leuk vonden. Het was leuk, maar nou niet om te zeggen van dan ga ik volgend jaar weer eens staan. Waar is je optimisme? Wat hadden we nou afgesproken? Ik ben realistisch. Nou joh, als wij er nou voor gaan zorgen dat het misschien dan volgend jaar weer iets beter is... Dan ben ik weer een gelukkige Dordtenaar. Maar ik vond het een leuke vuurwerkshow. Het was nog geen Rotterdam, ben ik ook met je eens. Het kan misschien nog veel beter. Nou, laten we dat dan doen. Oké, nou dat was het. Fijn nieuwjaar nog. Fijn nieuwjaar. Staat hier de opvolger voor me? Nou, daar gaan we helemaal nog niet over spreken. Absoluut niet. Ik vind het heel leuk om raadslid te zijn. Zou je het een eer vinden om Piet Sleking op te volgen? Een eer op iets. Nou ja, volgens mij heeft hij een machtig mooie baan, maar ook met heel veel verantwoordelijkheden. Nee, zou je het een eer vinden? Gewoon simpel ja of nee. Zou je het een eer vinden? Nou, dan ga ik. Nee, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Waarom doen jullie dat toch altijd? Nee, ja. Nou ja, ik weet ja, het nee, gewoon echt niet. Ik heb het nu als raadslid heb ik het gewoon hartstikke leuk. Ik vind het echt heel leuk om volksvertegenwoordiger te zijn. Als wethouder heb je toch een hele andere taak en een hele andere functie. En ja, of dat iets is wat bij mij past. Eén ding moet het niet doen. Marco Stam moet niet zijn opvolger worden. Wat sorry? Marco Stam moet niet zijn opvolger worden. En Marco Stam is al wethouder. Ja, daarom. Maar dus nee, maar dat niet dat hij denkt, nou dan ga ik die club eens even gaan leiden of zo van beter voor Dordt. Dat moet hij niet doen. Oh, maar ik denk dat Marco Stam dat ook best wel goed zou kunnen hoor. Ja. Waarom niet? Waarom wel? Ja. Nou ja, ik ben in 2018 lijsttrekker geweest en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En tegen die tijd dat er nieuwe verkiezingen komen en ik vind het nog steeds heel leuk, dan zou ik het een eer vinden als ik weer lijsttrekker mag zijn. Oké, nou we spreken af. Dat mensen, ik vermoed het, dit wordt het jaar van het afscheid. Ja, ik weet het echt niet. Nee, ik ga er echt geen uitspraak misschien over doen. Misschien weet ik dan meer. Misschien moet Piet zelf vragen. Ga ik ook zeker doen. Juist. Ga ik dadelijk doen. Goed zo. En dan ga ik zeggen dat jij gezegd hebt... Oh ja, als je het maar laat. You know, de beste wens voor het komende jaar. Wensen. En ik wens je een goed gezelschap. Ja, zeker. Ja, we gaan met het gezelschap. Ja, want vertel even, je hebt het gezelschap opgericht. Ja, wij doen al anderhalf jaar het gezelschap. En wat houdt het er precies in? Dat is een muziekgroep waarmee we eigenlijk optreden. En onze muziek... Onze muzieksoort bestaat uit... Geen wijn meer voor Juno, hè? Ja, ik zet hem gelijk neer. Ja, zet hem maar neer. Ja, eerst opdrinken. Is goed, hè? Nee, onze muziekvorm bestaat in principe uit hip-hop. Maar daar, dat is de basis en die wordt gefused met jazz, soul, funk en allerlei soorten muzieksoorten. Ja, en het geeft zo'n geweldig geluid eigenlijk. Onze eerste videoclip is net uit. Het Gezelschap heet die ook. Hij staat op YouTube. Je kan hem vinden. Het Gezelschap. En die is met Kees Slijs. En ik zag je in een gesprek met de burgemeester. Ja. Komt er nog een gezamenlijk avondje uit?
Ik hoop in ieder geval om ooit een keer sowieso mijn avond met hem uit te gaan. Maar ik wil hem eigenlijk onze nieuwe plaat aanbieden, want hij is, ja, volgens mij is hij ook een muziekliefhebber. En zou ik hem graag het vinyl aanbieden in een lunch met het hele gezelschap, met onze manager ook. En gaat dat ervan komen? Ik heb zijn nummer, dus ik ga hem sowieso contact met hem opnemen. Okay. En hopelijk een keer vragen of hij een keer een lunchje met ons wil doen. Want ja, de beste man is natuurlijk nu net vader. Ik kan hem niet weghalen. Wat voor man zou ik zijn als ik een man weg zou halen bij zijn gezin 's avonds? Nee, dat is waar. Dat kan niet. Maar Juno, daar zijn de kijkers. Ja. Wat wens jij het nachtvolk van Dordrecht toe? Nou ja, zoals ik net al zei op de Insta-story, we gaan goed. We gaan goed. Weet je wel, er is zoveel meer te doen in het nachtleven. De terrassen zijn al langer open. Dat had ik vorig jaar nog met jou over. De terrassen zijn langer open. Er zijn meer kroegen, er zijn meer dingen te doen. Ik hoop alleen maar dat we deze lijn volhouden. Als we deze lijn gewoon kunnen volhouden en gewoon die kunnen volgen, dan ben ik gelukkig. En ik hoop sowieso dat we allemaal met elkaar in discussie treden. Op het terras, in de kroegen. Gewoon waar het maar kan. En natuurlijk gewoon meer initiatieven zoals Door. Initiatieven zoals Big Rivers blijven omarmen. Dat is het enige wat ik wil. Oké, okay, Juno, we gaan elkaar tegenkomen. Dankjewel. Zet hem op, hè. Komt goed. Ik wens u van harte in alle opzichten een geweldig jaar toe. Dankjewel. Ik ben blij dat we elkaar weer zien. Ja, ik ook. Ik ben ook blij dat ik hier weer gezond en wel sta. Precies, u heeft een moeilijk jaar achter de rug. Daar gaan we het niet over hebben. Ik wil even met u vooruitblikken. Ja. En ik heb het net met David Schouwelke heb ik het er ook over gehad. Oké. Okay. Wordt dit het jaar van het afscheid van Piet Sleking uit de politiek? Ja, dat sluit ik zomaar niet uit. Want u heeft een bewogen jaar achter de rug, hebben we net gezegd. Dan kom je misschien tot andere inzichten die het proces versnellen. En u heeft ook gezegd van wellicht is dit de laatste, ja wat is het, voorjaarsnota of hoe gaan we het noemen? De najaarsnota in september? Nou, dat was de begroting in november. De begroting, ja ik haal de dingen even door elkaar. Ja, maar je moet altijd een slag om de arm houden, hè, want je weet nooit precies hoe het gaat lopen. Nee. Dus we zullen het dit jaar gaan beleven. Ik heb nog geen datum in mijn hoofd. Nee, maar... Ik weet dat de vraag stellen is een beantwoorden. U gaat toch geen ja of nee zeggen, nee, maar ik ga hem toch even stellen. Wie zou u opvolgen? Heeft u een opvolger in gedachten? Oh, daar ga ik helemaal geen uitspraak over doen. Nee, dat weet ik. Maar ik moet hem stellen, hè? Ik ben het aan mijn stand verplicht. Ja, oké. Nee, we gaan daar een zorgvuldige procedure over voeren. Net zoals de vorige keer. Ik heb tegen David Schalken net gezegd. Ik zei tegen David, hier staat de opvolger voor me. Nou ja, hij gaf ook geen antwoord. Nee, lijkt me ook heel verstandig. Ja. Maar groeit je daar een beetje langzaam naartoe nu? Ja, weet je, ik word dit jaar 69. Echt waar? Ja, dus dan krijg je op een gegeven moment ook de leeftijd om ook eens aan andere dingen te gaan denken. En ik heb ons vijfde kleinkind is op komst. Gefeliciteerd. Waar we erg naar uitzien. Maar dat zal toch het politieke landschap veranderen. Als u weggaat? Nou, dat weet ik zo net niet. De politiek hangt niet om één persoon. Nou, u bent toch een beetje een baken in zee. Een baken in zee? Van de politiek. Ja. Nou ja, sommige columnisten die schrijven mij als de kapitein van de Titanic. Dus weet je, het is allemaal betrekkelijk hoe mensen naar het leven kijken. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, 2020 wordt dan toch het afscheid, denk ik, als ik het zo hoor, van Piet Sleking uit de politiek. Maar dat zal nog een hele moeilijke kwestie worden om een goede opvolger te vinden. Ja, ik heb het woord afscheid niet genoemd. Ik zie uit naar een heel mooi jaar waarin we 800 jaar door gaan vieren met een hele mooie festiviteiten. Maar een mooi openingsfeest met heel veel hoogtepunten en inbreng uit de wijk. En het moment dat ik afscheid ga nemen, dat zullen we wel ergens gaan zien. 800 jaar stadsrecht, welk feest moet dat eigenlijk worden? Nou ja, een feest waarin je met elkaar terugblikt op wat deze stad allemaal betekent. Nationaal, internationaal, maar ook voor de bewoners van onze stad. Maar we kijken ook vooral naar de toekomst. Wat willen we met deze stad? Wat kunnen we met deze stad? Hoe kunnen we deze stad nog sterker, mooier en beter worden? Want daarvoor ben ik ooit de politiek ingegaan. Ja, dat weet ik. Oké. U had ambities, u had idealen. Zeker, 16 jaar raadslid. Maar bent u niet bang dat met uw vertrek die idealen ook, zeg maar, vertrekken? Ach nee, als je in de raad rondkijkt, elk raadslid heeft liefde voor de stad.
en ben het beste voor de stad. Elk vanuit zijn eigen visie en optiek. Maar uiteindelijk denk ik dat we bij deze stad de goede kant uit zullen blijven gaan. Ook in de toekomst. Ook als ik geen wethouder meer ben. Oké, okay. Mag ik u een heel gezond jaar toe wensen? Dat wens ik u ook. Het allerbeste. Dankjewel. Graag gedaan. Stereo, nu kennen we jou natuurlijk als dé ambassadeur van Dordrecht. Samen met je broer Elio. Dankjewel voor het compliment. Schreren jullie over het water langs Dordrecht. Ja. Hoe is het momenteel met, jullie hebben momenteel 3 schepen? Ja, 3 boten. Het zijn boten, schepen. Ja, ik haal het al door elkaar. En moet je nagaan, heb ik nog een druppel gedronken? Heel goed. Maar hebben jullie concrete plannen weer voor het komende jaar? We zijn bezig met de bouw van de Futuro. Onze nieuwe duurzame watertaxi. Daar wordt hard aan gewerkt. Daarnaast dan gaan we al vroeg beginnen. Half februari willen we al de eerste rondvaarten gaan verzorgen. Maar dan is het nog winter, hè? Het is winter, maar winter is helaas dit jaar is het een zachte winter, want ik vind winter fantastisch. Ik hou ook van ijshockey, een mooie sport op bevroren water. Het is een zachte winter. En Dordrecht is ook met iets kouder weer. We hebben ook een verwarming aan boord. Kan er ook prima gevaren worden met... Je had het net over een watertaxi. Wat betekent dat concreet? Dat jullie diensten gaan onderhouden? Ons primaire doel is nog altijd rondvaartbedrijf. Dordrecht vanaf het water te laten zien. En de omgeving, de biesbos en de Drechtsteden. De infrastructuur is er nog. Is natuurlijk perfect in de Drechtsteden. Ook richting Rotterdam. Om via het water ook kleinschaliger vervoer verder te gaan ontwikkelen. Dus daar ligt ook wel een ambitie om dat verder te ontplooien. Mag ik je iets meegeven aan het begin van het jaar? Zeker weten, graag. Nou heb ik gehoord dat mensen met een wat smallere beurs, mensen zeg maar die een bijstandsuitkering hebben, die kijken met een beetje jaloezie als jullie voorbij komen. Ja. Zou er niet eens een keer een dag georganiseerd kunnen worden dat mensen met een laag budget ook eens een keer met jullie kunnen meevaren? Nou, daar zijn we altijd heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld met kinderen, om die nooit op vakantie kunnen. Daarvoor zorgen wij soms gewoon kosteloos rondvaarten voor. Je hebt in Dordrecht, eigenlijk de Drechtsteden, een ontzettend mooie nieuwe organisatie. Nu 1,5 jaar denk ik, Quiet Drechtsteden. Daar waren wij een van de eerste sponsoren. En daarvoor zorgen wij 1 keer in de maand voor de gezinnen die bijvoorbeeld bij de voedselbank of die in de schuldsanering of iets dergelijks zitten, organiseren we met de Quiet. Wat echt een fantastische organisatie is, organiseren we kosteloos 1 keer per maand rondvaarten. Okay. Maar je hebt er weer zin in? Ik heb er zin in en dat is een van de dingen die we willen blije gezichten zien. En of dat nou iemand uit België is, uit Duitsland. Dat maakt niet uit. Of een kind is eigenlijk nog waardevoller natuurlijk, die een mooie dag beleeft. Oké, dan zeg ik op zijn Italiaans, alla prossima. Alla prossima. Kees Klok. Ja, ik zou haast zeggen, jij bent onze stadsdichter. Nee. Maar dat mag niet, hè? Nee, maar dat ben ik niet. Zou je het willen zijn? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik vind dat daar een iets jonger iemand moet komen. En iemand die het wel leuk vindt om in opdracht te schrijven over onderwerpen. Vind jij niet leuk? Dat vind ik niet leuk. Daar ben ik ook niet zo geschikt voor. Nee. Ik hou me ook nooit aan thema's. Oké, maar... Nee. Maar ik weet wel een paar mensen die uitstekend geschikt zijn. En ik vind het een hele goede zaak dat de stadsdichter komt. Oké, het is een goede zaak. Een hele goede zaak. 800 jaar stadsrechten. Heb je daar al over nagedacht? 825 jaar minstens, hè? Sorry? 825 jaar minstens. Minstens? Ja, want tot de uitbreiding van het stadsrecht kwam in 800. Nee, 800 jaar geleden, in 1220. Toen was er daarvoor al sprake van Dordrecht met het stedeling van de stad, met poortes. Dus... er is een document en we schatten dat, Henk het Jong schat dat op toch wel minstens 25 jaar eerder dat Dordrecht de stad stadsrecht heeft gekregen. Alleen dat document is niet bewaard. Dus Dordrecht slaat de plan mis. Ja, en dat heeft Henk het Jong ook overtuigend al een aantal artikelen over geschreven. Maar dat wordt niet altijd in Dordrecht gelezen, vrees ik. Ik ga dat eigenlijk met de burgemeester bespreken. Ja, ja, ja. Dat het al 125 jaar is. Nou ja, ongeveer. Hè? Laat ik de burgemeester jou bellen. Nee, dan moet hij Henk het Jong bellen. Want dat wie? Is Henk het Jong, want dat, dat is de historicus die gespecialiseerd is in de middeleeuwen. Nou, ik ga het hem doorgeven. Ja, ja, ja. En bedankt dat je dit feestje bederft, Kees.
Nou, kijk, die uitbreiding van 12-20 was wel heel belangrijk. Dus we mogen best een feestje vieren. Maar dat zegt dan Dordrecht 800 jaar plus of zo. 800 jaar plus. Maar vertel dat verhaal er wel bij, het correcte verhaal. Okay. Burgemeester, allereerst de beste wens voor het komende jaar. Moeten Dordtenaren meer trots zijn op hun stad? Ja, dat is eigenlijk een beetje een open deur. Dat roep ik al sinds ik hier ben, al 2,5 jaar. Dordtenaren zijn bescheiden, ook nog een sausje Calvinisme eroverheen. En dat is een prachtige eigenschap. Maar daarmee doen Dordtenaren en soms ook Dordrecht zelf als stad wel een beetje tekort. Dus een beetje meer trots, maar ook een beetje meer boodschap hebben aan elkaar. Dat heb ik vandaag in de nieuwjaarstoespraak willen overbrengen. Fantastisch. Er valt me één ding op. U bent hier alleen, uw vrouw is er niet. Kon u geen oppas krijgen? Nou, die kan ik wel krijgen. Er zijn tal van Dordtenaren die maar wat graag zouden willen oppassen. Daar ben ik overigens heel dankbaar voor. Maar een kindje van 6 weken oud laat je natuurlijk niet zo snel alleen. Dus mijn vrouw heeft ervoor gekozen om bij Bodine te blijven. En volgens mij is dat een verstandige keuze. Mag ik vragen, hoe bevalt het vaderschap? Geweldig. Het is af en toe pittig natuurlijk, maar dat zal elke vader herkennen. Elke jonge vader zeker. Maar het is een verrijking van je leven die ze weergaan niet kent. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Oké, we hebben met de jaarwisseling hebben wij een vuurwerkshow gehad op het Drie Rivierenpunt. Ja. Er waren de meningen wat over verdeeld. Maar even los daarvan, waren al die knallen daar, waren dat de inleidende beschietingen tot een vuurwerkvrije stad in 2020? Nou ja, kijk, de vuurwerkvrije stad, dat is meer een vraag die de gemeenteraad zichzelf ook zou moeten stellen. Rotterdam doet het nu, hè? Rotterdam heeft er vanavond, Rotterdam is om, hè. De meerderheid van de raad wil dat. Maar ik heb ook me eigenlijk aangesloten bij de oproep van een aantal burgemeesters aan de landelijke politiek. Want we kunnen wel als Dordrecht of als Rotterdam iets verbieden. Maar dan gaan de mensen het halen in Schiedam of in Papendrecht, in de buurgemeente. Terwijl je dit bij landelijk zou moeten willen aanpakken. En ik wil mensen hun pretje niet ontnemen. En misschien zou je nog naar een vorm kunnen waarbij je bepaalde vormen van siervuurwerk letterlijk in de lucht houdt. Maar waar ik wel van af wil, is van het vuurwerk dat eigenlijk dient als een soort plaatsvervanger van een explosief. Waarmee schade wordt aangericht aan mensen, aan hulpverleners en ook aan goederen, eigendommen van de stad. Dit jaar ruim bijna 2 keer zoveel schade als vorig jaar, zoals het er nu voor staat. Ja, ik vind dat gewoon verwerpelijk en dan moet je de mensen die middelen maar niet geven. Maar er komt geen totaal vuurwerkverbod in 2020 voor Dordrecht? Nou ja, daar ga ik zo niet over. We hebben nu met elkaar gezegd dat we een vuurwerkvrije binnenstad hebben. Als het aan u persoonlijk zou liggen? Als het aan mij persoonlijk ligt, is er een vuurwerkverbod voor heel Nederland, dus ook voor Dordrecht. Oké. Nou krijgen we het Songfestival in mei dit jaar in Rotterdam. Pikt Dordrecht daar een graantje van mee, hoopt u? Nou, ik hoop het niet alleen, ik weet het wel zeker. Je ziet dat de hotels in de omgeving daarvan mee profiteren. Je ziet dat er veel dagjes mensen gaan komen. Die gaan ongetwijfeld ook naar Dordrecht komen, want het is maar een kwartiertje met de trein of met de auto vanaf Rotterdam. Dus daar gaan we zeker een graantje van meepikken. Nou, is het zo, dit jaar kent Dordrecht 800 jaar stadsrechten. Nou hoorde ik net van Kees Klok dat het niet klopt dat het 825 jaar is. Misschien moet u eens even met hem gaan praten. Maar even los daarvan, welk feest moet dat gaan worden voor Dordrecht? Kijk, zoals over alles in Dordrecht zijn de meningen verdeeld. Dus zelfs over onze geboortepapieren. We gaan ervan uit dat Dordrecht 800 jaar bestaat. In 1220 de stadsrechten werden verleend. In elk geval de complete stadsrechten zoals we die, zoals we die kennen. Dat moet nu toe gaan leiden dat we een feest gaan vieren met de hele stad. Vooral feesten in de wijken. Daar heeft het college en de raad ook opdrachten toe gegeven. En ook gekeken wat er voor allemaal in de wijken leeft. En daar leeft veel. Tientallen aanvragen voor, vanuit wijken om feestjes te kunnen organiseren. Om daar ook een bijdrage vanuit de gemeente voor te krijgen. Dus het enthousiasme is er. En ik ga er echt vanuit dat het een feestje wordt waar vrijwel alle Dordtenaren iets van gaan meemaken. Laatste vraag. Nou zijn er gemeenten die zeggen van nou we houden de nieuwjaarsreceptie of nieuwjaarsborrel. Waar gaat de voorkeur uit? Nieuwjaarsreceptie of nieuwjaarsborrel? Ja, of bijeenkomst, noem het maar wat. We hebben voor de helft is het alcoholvrij. De tweede helft krijg je wel een biertje of een wijntje. Maar gaat Dordrecht ook toe naar een alcoholvrije nieuwjaarsreceptie? Nou ja, kijk, ik vind het eerlijk gezegd niks mis mee als je na 9 uur 's avonds een biertje of een wijntje drinkt. Dus ik zie dat zelf niet zoals een probleem. Maar ik ga daar geen halszaak van maken, laat ik het maar zo zeggen. Burgemeester, ik wil met u dit programma afsluiten. Daar zijn de kijkers. Wat gaan wij de kijkers toewensen aan het eind van deze uitzending? Nou, ik wens de kijkers in ieder geval
Het. Daar zitten ze. Ja, daar zitten ze. Ik wens de kijkers en met name alle Dordtenaren, maar ook de mensen uit de omgeving die meekijken, echt alle goeds voor 2020, zowel privé als in alle andere wijzen waarop je in het leven staat. Ik hoop ook dat de Dordtenaren nog iets trotser zijn op onze mooie stad. Want de Dordtenaren, dat zijn uiteindelijk de beste potentiële ambassadeurs om deze stad in de etalage te zetten. Laten we dat met elkaar in 2020 doen. Daar heeft heel Dordrecht profijt van. Dus werk daaraan mee. En voor de rest goed, gezond en liefdevol 2020 toegewenst. Oké, en tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad bij de nieuwjaarsreceptie. En volgende keer, ja, waar ons pad ons dan naartoe brengt, we wachten het af. Mooi. Dat blijven doen hoor.